We verwachten dat de woningprijzen in België in de tweede jaarhelft met 3% gaan zakken om in 2024 opnieuw te herstellen. De vastgoedmarkt is jarenlang ondersteund geweest door een dalende rente, maar daar is vorig jaar abrupt een einde aan gekomen. De rente is sinds begin 2022 fors gestegen onder impuls van het strenger monetair beleid van de centrale bank. En dat heeft ervoor gezorgd dat gezinnen voor hetzelfde maandelijkse aflossingsbedrag vandaag de dag 18% minder kunnen lenen dan anderhalf jaar geleden. Langs de andere kant zijn ook de lonen gestegen door de automatische loonindexering in ons land. Maar dat is onvoldoende om het negatieve effect van die stijgende rente volledig te compenseren. Anderzijds zien we ook in de markt dat de verkooptijd van woningen heel sterk is gestegen, wat er ook op wijst dat er een ommekeer in de prijzen zit aan te komen. Een belangrijke kanttekening die ik nog wel wil maken is dat we verwachten dat vooral de prijzen van woningen met een slechte energiescore het meest zullen zakken in prijs, terwijl woningen met een goede energiescore veel beter zullen standhouden. Onze vastgoedmarkt is veel stabieler dan die van de buurlanden. In België zijn de huizenprijzen sinds 1990 slechts 2 jaar gedaald tegenover 4 jaar in de eurozone. En als de prijzen dalen, dan dalen ze veel minder fors in België dan in andere landen. Dat is onder meer te danken aan het feit dat Belgen nog altijd liefst van al eigenaar willen worden van hun eigen woning en dat ze nog altijd heel veel vertrouwen hebben in de vastgoedmarkt. Uit de recente ING-enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de Belgen gelooft dat de prijzen in ons land nooit zullen gaan dalen. En dat rotsvaste geloof in een verdere groei van de prijzen is een belangrijke stabiliserende factor voor de markt en is een van de redenen waarom we denken dat de prijscorrectie in België veel minder sterk zal zijn dan in de buurlanden.